Stephen Gonesh is voor de komende 2 maanden aangesteld als waarnemend directeur bij de Surinaamse luchtvaartmaatschappij. De huidige raad van commissarissen blijft verder functioneren. Alleen is Ganesh Laiksien gevraagd om de functie van waarnemend president-commissaris in te vullen, nu Safira Yesrun haar functie ter beschikking heeft gesteld. Aldus een persbericht van het CDS. Paul de Haan heeft op zijn beurt in een verklaring aangegeven dat hij langere tijd heeft ondervonden dat er krachten zijn die geen belang hebben bij een herstructurering. Op basis waarvan hij heeft besloten om op zondag 21 augustus zijn ontslag aan het staatshoofd aan te bieden. Zijn ontslag is aanvaard. De Haan is ervan overtuigd dat zijn veiligheid en dat van zijn gezin in gevaar was en hij zich daarom niet meer vrij en veilig voelde om Suriname via de Johan Adolf Pengel luchthaven te verlaten. De voormalig SLM-directeur vertrok via Frans-Guyana terug naar Europa. Ik had het graag anders gezien, maar de situatie maakte deze route onvermijdelijk, aldus de Haan in een persverklaring. In deze kwestie is inmiddels het Openbare Ministerie ingeschakeld voor een onderzoek. Onze redactie vernam vanmiddag dat de bond zich aan het roeren is. Zij is namelijk niet betrokken bij het proces voor het benoemen van het tussentijds management. Dat was een belangrijke eis na de perikelen rond de Haan en Prinel Bisisser. De bond wilde nog geen details verstrekken over wat er de komende dagen zal gebeuren, maar zegt dit te zullen doen zodra de ALV akkoord geeft.